De ijshockeyers van de Ahout Devils uit Nijmegen blijven koploper Herentals op de voet volgen. Vrijdagavond werden de Antwerp Phantoms voor de tweede keer in één week aan de kant gezet. Vrijdag in het Riavium werd met 8-3 gewonnen. Coach Alexander Jacobs gaf de voorkeur aan Jeffrey Vermeulen in het doel. Hij verving daarmee Dennis Molle die vanwege een blessure een weekje extra rust kreeg. Vermeulen toonde eens te meer aan een betrouwbare backup te zijn in dergelijke situaties. Komende vrijdag volgt de thuiswedstrijd tegen de Bulldogs uit Luik.